Hallo, dag liefste kreeft, welkom. Mijn naam is Gail en vandaag doe ik graag een lezing voor jullie voor de volgende weken, deze maal. Ik begin altijd heel graag mijn lezing met wat astrologische achtergrond die van belang kan zijn voor jullie. En daar spring ik wel over naar de tarotlezing zelf. Weet dat deze lezing goed is voor zowel kreeften, ascendant, zon als ook maanteken. Waarom zei ik enkele weken? Omdat ik het heel graag gehad over de allereerste eclips van dit jaar. Namelijk op 25 maart zullen we onze eerste eclips of maansverduistering, zoals je wenst, zullen we de eerste maansverduistering hebben in het teken van weegschaal in ons zevende huis van relaties. Ik zal eventjes kijken wat dit kan betekenen voor ons allemaal en dan ook specifiek voor jou, vooraleer ik verder ga naar de kaarten zelf. Eerst en vooral, wat is een maansverduistering en waarom wil ik er nu al überhaupt over spreken? Ik zal eerst de laatste vraag beantwoorden. Meestal zullen we een eclips enkele weken op voorhand al voelen, voordat de specifieke eclips plaatsvindt. En enkele weken, 4 tot 6 weken op voorhand, kunnen we die energie al voelen. Ook 4 tot 6 weken na de eclips zal de energie ook nog voelbaar zijn. Vandaar, kijk, we zijn de 2e maart nu, dan denk ik dat het een goed moment bij uitstek is om eens te spreken over de aankomende maansverduistering op 25 maart dan toch. Nu, wat is een maansverduistering? Ik kom trouwens het beste en het simpelste ook wel, zeer simpel uitgelegd. Zo zie ik het ook in mijn hoofd. Als je de aarde hebt, hè, mijn hand is de aarde, en dan heb je hier de zon die op één lijn komt te staan met de aarde. Ja, de zon schijnt zijn licht op de aarde, maar dan daarnaast heb je de maan. En bij een zonsverduistering, bij een maansverduistering tenminste, komen ze allemaal op één lijn te staan, waardoor dat de maan achter de aarde komt te staan en in de schaduwzijde van de aarde komt te staan. Waarom? Die aarde is groter dan de maan en het licht schijnt enkel maar op de aarde en kan eigenlijk op dat moment gewoon de maan niet bereiken. Ja? Vandaar dat het lijkt ook dat de maan dan volledig verduisterd is en dat is gewoon omdat hij in de donkere zijde of in die schaduwzijde van de aarde komt, omdat hij tussen maan en zon staat. Zo onthoud ik het best en zo wou ik het nog even meegeven voor jullie. Nu, deze specifieke maansverduistering, we hebben die al eens gehad. En dat is dan ook een fijn moment om er eens naartoe te kijken, om te zien wat dit teweeg kan brengen in ons leven. Als wij op astrologisch vlak eens kijken, wanneer we dezelfde maansverduistering hebben gehad in weegschaal in het zevende huis, dan moeten we teruggaan naar 2013. Tussen die periode 2013 en 2015 hebben we maansverduistering dezelfde gehad. Ook in 2004 en 2006 en ook in 1995 tot 1997, dat is al even geleden. Nu, je moet eigenlijk is de bedoeling dat je weer kijkt voor jezelf eens in die periode, wat er dan van jou voor grote veranderingen gebeurd zijn op je vlak van relaties. Nu, dat kan zijn romantische relaties, kan ook zijn met vader-moederfiguur, familie, vrienden, werkgebied, collega's, kan van alles zijn. Hè? Maar met derden of met jouzelf, het is heel breed, oké? Okay? Maar eventjes kijken naar die periode, is er daar iets specifieks met jou gebeurd? Dan ben ik zeker met deze maansverduistering, dat die zaken terug naar de oppervlakte kunnen komen. Hè? Die zaken kunnen terugkeren. Op een andere manier weliswaar, want we zijn veel verder, maar die zaken kunnen terug naar boven, als het ware, opgerakeld worden. Nu, deze eclipse zal ook te maken hebben met onze karma, ook onze dharma, en alles wat te maken heeft met onze noord- en onze zuidmaanknoop. Nu, kort gezegd, wat is je noord- en je zuidmaanknoop? Je zuidmaanknoop, ik noem het eigenlijk liever, in het Engels vind ik het gewoon gemakkelijker, je south- en je north node. Dus je south node is als het ware, dat vertelt alles over jouw leven tot en met jouw 40ste jaar. Dat is meer jouw karma, jouw gaven, de zaken die je ook dient te genezen ook nog wel, de zaken van jouw vorige levens dat je meegenomen hebt, dat je dient te leren, terug herleren als het ware. Dat heeft alles te maken met die zuidknoop, met die south node. En dan hebben we de north node. Dus astrologisch op een chart gaan die ook altijd lijnrecht tegenover elkaar staan. En de north node is echt wel ons
meer ons levensdoel. En dat wordt meestal ook duidelijker na ons 40ste levensjaar. En onze North Node, die gaat als het ware ons levenspad ook gaan vertellen. En alles wat daartussenin gebeurt, tussen die Zuid- en die Noordknoop, is eigenlijk alles wat we nog meemaken in ons leven. Hè. Dat tekent dan ook ons leven. Dus eigenlijk telkens deze soort eclips zal wel te maken hebben met jouw North Node en jouw South Node. Dus de zaak waarvoor jij hier karmisch geleid bent in dit leven, wat jij ook nog dient te leren, maar wat ook jouw levensdoel is. Dus voor de ene die jonger is dan de 40, kan het misschien nog niet duidelijk zijn. Kan ook zijn dat het wel duidelijk is. Hè. Dat is niet specifiek, maar bij velen worden bepaalde zaken, krijg je toch een grote shift dat bepaalde zaken duidelijker worden na het 40ste levensjaar. Dus dit zal voor ons allemaal anders zijn. Het kan zelfs zijn op een latere leeftijd, op je 60, dat bepaalde zaken duidelijk worden. Dat kan ook allemaal. Hè. Maar weet dat dat daarmee gerelateerd is. Hè. Uw karmische bestemming, uw doel in dit leven zal aan bod komen. Ik zie het eigenlijk een beetje, deze eclipsperiode zie ik eerder als een soort van een portaal waar dat we doorheen kunnen stappen. Om een soort van een transformatie mee te maken met betrekking tot de levensdoel van ons. Hè. Nu, vaak worden een eclipse ook wel zeer intens ervaren, omdat die vaak dramatisch kunnen zijn. Die kunnen echt een soort van een torenmoment met zich meebrengen, een shake-up. Hè. Iets kan uit jouw leven verdwijnen. En dat kan zelfs een beetje, ja, ik zeg maar, een beetje drama met zich meebrengen. Sowieso zal het een periode zijn die weerspiegeld wordt in balans in ons leven brengen. Die balans komt van weegschalen. Die balans zal nodig zijn en dan op gelijk welk vlak. Op uw werkvlak, op financieel vlak, op relatie met uzelf, met uw verantwoordelijkheden in het leven. Die zaken gaan aan bod komen en zijn... Ik vertel u dit ook graag met voorbode dat je dit al weet, bijvoorbeeld. Het is gemakkelijk om dan met die energieën verder te werken. Dus als je weet dat bepaald waar dat je bepaalde inbalansen in je leven hebt, zou ik zeggen, neem ze alvast even onder de aandacht hè, voor jezelf. En probeer daar nu al actief mee te werken om balans stap voor stap terug te implementeren. Hè. Nu, deze eclipse zal er ook voor maken dat bepaalde hoofdstukken in ons leven worden afgesloten. Het kan ook op relatievlak zijn dat oude relaties verdwijnen. Dus dat kan met vrienden zijn, dat kan met geliefden zijn, dat kan met familie zijn. Maar dat waardoor als oude verdwijnen, kunnen nieuwe terug in de plaats komen. Het zal belangrijk zijn om bepaalde grenzen ook aan te geven, naar derden toe, ook naar jezelf toe, je grenzen. Eens kijken waar dat jij je grenzen zet. Zet je er te veel, laat je niet genoeg mensen binnen. Zet je er te weinig, dan gaan mensen te vaak over jou lopen. Kan allemaal. Eens eventjes herbekijken, wat balans in creëren. Kan ook zijn dat bepaalde samenwerkingen kunnen stoppen als een bepaald doel is bereikt. Ik denk ook dat er meer balans in overeenkomsten zullen komen, zeker ook op zakenvlak. Heb jij klanten, dan kan het zijn dat je veel meer balans zult vinden nu ook met jouw klanten. Zijn er bepaalde zaken op zakenvlak die momenteel niet opgelost zijn, die niet helemaal duidelijk zijn, dan zal deze eclipse er wel voor zorgen dat er daar een oplossing voor komt. Specifiek voor jouw kreeft heb ik gekeken, en dat is dan ten eerste kreeft in ascendant, en dan ook zonteken. Je kunt zeker ook voor je kreeft in zonteken kijken. Ik ben een van jullie, ik ben kreeft in ascendant. Dus ja, kijk, jouw vierde huis wordt belicht. Hè? Dat is jouw huis van familie, en letterlijk jouw huis, hè? Jouw thuis. Dus het kan zijn ten eerste, kreeft, dat je dat al even aanvoelt, dat je wenst te verhuizen, dat je wilt verhuizen. Het kan ook zijn dat je momenteel een nieuw huis wenst te kopen. Of dat je een investering doet in een aankoop van een buitenverblijf, een tweede verblijf. Het kan ook zijn dat je van thuis uit begint te werken, online of een B&B eventueel. Het kan ook een moment zijn waarin dat je bepaalde herstellingen moet doen aan je huis of in je huishouden. Ook grote veranderingen op familiaal vlak kunnen voorvallen. Ja, als jij bijvoorbeeld verhuist, dan ga jij wel een dynamische verandering hebben op familiaal vlak. Zaken met betrekking tot je kindertijd, eventueel ja, trauma's of gewoon algemene zaken van jouw kindertijd kunnen momenteel nu naar de oppervlakte komen. En ze zullen eerder gerelateerd zijn aan jouw huidige denkpatronen.
Dus het kan zijn dat je nu anders denkt en anders kijkt naar vroeger. Naar je vroegere zelf, hoe dat je vroeger waart. Dus en daardoor dat je zaken van vroeger even terug naar boven haalt. Hoe dat je vroeger gereageerd hebt, kan ook. Dus je denkpatronen zijn waarschijnlijk nu veranderd. En waardoor dat je dan eens reflecteert naar vroeger, eventueel ook naar je kindertijd. Van waar dan je denkpatronen komen, enzovoort, enzovoort. Ik denk ook dat het een tijd zal zijn dat jij wat meer je innerlijke wereld ook onder de aandacht zult brengen. Hè. Vanaf dat jij over die denkpatronen begint te denken eventueel, dan ga jij, of kan het wel zijn dat je wat tijd neemt voor jouzelf. En dat is allemaal perfect goed. Voordat we verder gaan met deze video, ik ga eventjes een lichtje aansteken, want het ziet er naar uit hier bij mij dat het gaat donderen en regenen en het wordt zeer donker. Zo, lichtje aangestoken. Goed, dat is ongeveer het luik van het astrologisch gedeelte, waarover ik het toch wou hebben vandaag. De tarotkaarten, de tarotlezing zal er sowieso mee geconnecteerd zijn. Voor degenen die hier voor de allereerste keer zijn, welgekomen, opnieuw. Misschien iets over mijzelf. Ik ben tweetalig. Ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. En tijdens een tarotlezing connecteer ik luidop in het Engels. Dus je zult mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Maar ik zal ze direct vertalen en verklaren voor jullie. Belangrijk om te weten, misschien ik begin altijd mijn tarotlezingen met enkele orakelkaarten die wel van belang kunnen zijn voor jullie. Er komen heel wat mooie boodschappen uit naar boven, die leggen heel mooi de basis. En daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Ik heb momenteel 3 decks uitgehaald. Ik zal daar enkele kaarten uithalen. Hoe? We beginnen eraan. Alright. Show me what I need to know, please, for Cancer. General messages for Cancer, please, for this eclipse in March. General messages, please, for Cancer. Thank you for this eclipse in March. General messages for Cancer, please. Thank you. Ik had deze daarnet ook al onderaan de dek gezien. Dus het is goed dat hij eruit komt. Ik heb home, hè. De homekaart onderaan de dek. Nu, dat kan uw hoop en uw dromen zijn, dat kan ook uw angsten zijn. Maar home toont aan dat het kan zijn dat je vanuit thuis uit zult werken. En dat je ook dat is ook de wijde wereld instappen, hoor. Dat is een kaart die hier ook beschrijft dat je het leven moet verwelkomen. Hè? Gelijk hoe dat eruit ziet voor jou. Maar het kan wel zijn dat jij aan het leren bent van thuis uit. Hè? Want deze kaart, je ziet hier ook een uil. Dat is in een boom, de basis van het huis. De deuren zijn wel gesloten. Maar jij bent aan het leren, wijzer aan het worden. Hè? En dat kan zijn, ik zei het, B&B kan ook je huis zijn. Online iets doen, van thuis uit werken. Het kan zeer goed. Hè? Je basis kan thuis zijn. Ik heb Rescue. En Rescue zal ik moeten opzoeken. Het is een kaart die ik niet 100% ken. Ik heb hem al een paar keer gehad, hoor. Of toch verschillende keren, maar voor een of andere manier onthoud ik hem niet. En ik wil hem toch wel heel correct mededelen voor jullie. Dus ik heb de Rescue card. En ik heb Spirit of Place ook. Ik zal ze alle 2 uit het boekje eventjes voorlezen. Het zijn Engelse kaarten, dus het is Engelstalig, maar ik zal het direct voor jullie verklaren. Hè? Of vertalen tenminste. Het zijn ook geen lange teksten, dus niet bang zijn. Even blijven zitten. Hoe? De rescue kaart. You are always safe and secure and free to be yourself. Dus je zit altijd veilig en vrij om echt wel volledig jezelf te zijn. Asking for help isn't easy for many successful people. Dus om hulp vragen is niet gemakkelijk voor veel succesvolle mensen. Maar toch, dat is wat je moet doen om jouw leven te verbreden. If you find yourself troubled, you can expect help with whatever issue is at hand. Dus als je voelt dat er iets niet correct is, dat je hulp nodig hebt, dan mag je zeker zijn dat er hulp onderweg is. You only need to ask, dus je moet om hulp vragen and assistance will come your way. Assistentie zal naar jou toe komen. The most important support you can expect is from spirit. De grootste ondersteuning dat je kunt verwachten is echt wel van het universum.
Get into a right relationship with the divine and you'll see that many conditions line up as it is by magic to provide you with all the help you need. Ask and you will receive. Dus dat is eigenlijk de bedoeling dat je aan het universum gaat vragen wat dat je nodig hebt en vertrouwen in die band dat je hebt met het universum. Voor degenen die hulp nodig hebben met kleine zaken, met grote zaken, kijk, ik had vandaag een probleem in de badkamer. Ik vraag het ook niet graag, maar ik heb een loodgieter gebeld en eigenlijk het was al van vorige keer, het was nog niet 100% in orde. Ik heb nu niets moeten betalen. Heel leuk. Maar normaal gezien ging ik weer proberen alles alleen te fixen. Dus deze kaart vraagt ook wel om hulp te vragen. Indien nodig. En ook met spirit, met de divine. Luid op. Oké. En dan hebben we de spirit of place. Alle twee kaarten die ik eigenlijk nooit niet goed onthoud, speciaal. Authenticity is the essence of power. Dus authenticiteit is de essentie van uw kracht. Ik zal hem eventjes tonen terwijl. Zeer mooie kaart, terwijl ik hem lees. Our ancient ancestors believed that every place has a spirit, looking after it or embodying it. Dus onze oude voorouderen dachten dat elke plaats een soort van een geest had die ervoor zorgde en die achter, ja, voor het huis gewoon bekommerde, als het ware. Just as we have a soul, net als wij een ziel hebben, en de planten en de vogels en de bomen, de bergen ook en de rivieren, die hebben ook een bepaalde essentie en ook een soort van ziel. When the spirit of place arrives in your reading, wanneer dat deze kaart in je lezing komt, it says that the answer to your query is the overarching theme of your circumstances. Is your question about a struggle? The answer is to relax and let go of your need to control the situation. If your inquiry relates to finding love, then embody love rather than long for it. Once you find the essential truth of the underlying question, then name it. You'll discover the answer you've been seeking. Your greatest power is your authenticity. Ja, en ik blijf het een moeilijke kaart vinden, hè. Jouw grootste troef is jouw authenticiteit. En heb je bepaalde vragen waar dat je niet uit kunt komen, dan zegt deze kaart is dat je naar jezelf moet kijken. En dat het antwoord eigenlijk al in jezelf zit. En dat je eerst die vraag voor jezelf dient te beantwoorden. Dus wil je liefde vinden, dan probeer liefde te hebben voor jezelf, bijvoorbeeld. Hè. Heb je vragen over een bepaalde controle? Hè? Wel, probeer dan eerst een beetje relaxed te zijn in het leven. Nu, het lijkt allemaal zeer simpel. Maar dat zijn dat is alvast de uitleg van deze kaarten. Speciaal. Oké. Show me what else we have, please. For Cancer. Thank you. The Courage card. Oké. What else, please, for Cancer? What is Eclipse? Thank you. Freedom. Cool. Onderaan de dek, thriving. Niet bang zijn om te schijnen. Hè? Want jouw moment van schijnen komt er echt wel aan. Van te thriving, van het goed te doen. Van vooruitgang te maken. Van licht te schijnen. Wie is daar niet bang voor? Ik heb de freedom kaart. Dus vrijheid. Dat is waarschijnlijk wat jij wenst. Onafhankelijkheid. Vrijheid om te kunnen doen wat je wenst. Om je passie na te gaan. En wie is sterk daarin? De courage kaart. Kom jij bijvoorbeeld in zelfs chaotische situaties terecht? Hè? Wees zo sterk als deze rotsen die tegen de branding zich kunnen verweren. Heb moed om verder te gaan. Heb moed om te kunnen aantrekken wat jij wenst, als het ware. Ja? De courage kaart. Maar ik heb het gevoel dat jij dat wel hebt, hoor. Liefste kreeft. Alright. Show me what else, please. What else do we need to know, please, for Cancer? Any general messages, please, for Cancer, for the collective. For this upcoming eclipse. Thank you. Any general messages, thank you. Hoe vaak ga ik nu nog de homekaart krijgen? Ik heb het al, voor bijna elk sterrenbeeld is hij eruit gevallen. Heel speciaal. Het zal toch te maken hebben met deze eclipse. Kijk ook terug hier, de homekaart.
Nu ja, bij jou is het duidelijk, hè? Ga jij verhuizen? Dan spreekt deze homekaart daarover. Hè. Wil jij een tweede huis aankopen, een tweede buitenverblijf aankomen? Ik heb het al gezegd. Wil je van thuis uitwerken? Moet jij herstellingen doen aan het huis? Alles met betrekking tot het huis. En alles astrologisch was al geconnecteerd met betrekking tot jouw huis. Hè. Ga je online werken? Alles, dan ga je slimmer worden. De uil zit hier ook. Verwelkom het leven. Deze kaart staat daar ook voor. Hè. Er staat hier heel klein post-signtje. Dat kunnen jullie waarschijnlijk zien. Hierop staat Welcome Life. Je hebt hier de klok ook, hè? Dat is Saturnus, hè? Dat heeft met die North Node te maken. Hè? Het is jouw tijd, is nu gekomen. Hè? Deze eclipse zal veel naar boven brengen ook, hè? Zal veel duidelijk maken. Het is ook een 2 en een 7, dat herleidt tot 9. 9 staat in de tarot ook voor een hoop en een wens die in vervulling kan komen. Dus mooie tijden die we tegemoet gaan. Ik heb de Magical Map Shifts er ook. Fantastische kaart. Voor mij staat deze kaart als The Magician. Dat is een manifesteringsmodus dat jij bent. Jij kan aantrekken wat jij wenst. Ik vind dat een hele fantasierijke kaart. Is precies of dat jij kan meegaan met ja, dat jij magie in je handen hebt. En dat je kan toveren en aantrekken. Ik tover even, ik ga de klok even terugdraaien of vooruitdraaien. Ik kan doen, ik werk met de energie mee van het universum. Ik kan doen wat ik wens. Hè. Dat is deze kaart, dat is de mapshifter. Dat is echt, jij kan de map tekenen voor jou. Hè. Jij kan bepalen wat jouw levensdoel is, hoe je daar naar heen gaat. Wat dit ook voor jou betekent. Jij zit achter het stuur. Zeer mooi. Dat is een van de zwaardere, mooiere kaarten ook van dit orakeldek. Mooi om mee te starten. Alright. We nemen de tarotkaarten erbij. Al mijn kaarten zijn op voorhand al geshuffeld geweest, maar ik doe dit off camera, want anders duurt het gewoon te lang. En de video's zijn al vrij lang. Alright. Ik neem algemene boodschappen. Ik neem enkel flippers. Dan zal ik de kaarten tonen aan jullie en dan zal ik ze nog eens verklaren met een tweede dek. Alright, show me what we need to know, please, for Cancer. Thank you. Any general messages, please, for Cancer, for this upcoming eclipse, please, in March. Thank you. Any general messages, please. Thank you. Thank you. Oh, okay. And then a couple more. Thank you. Okay, it's enough. Ja, onderaan de dek heb ik al een balanskaart, hè? Temperance. Ja. Dus het kan wel zijn dat jij dat er bepaalde zaken nu momenteel in jouw leven niet helemaal in balans zijn. Kan, dat is bij de meeste van ons. Dus daar word je zeker niet op beoordeeld. Maar probeer toch daarvan alert te zijn, zou ik dan wel meegeven. Oké. Okay. Goed, we gaan eens zien hè, wat er hier allemaal uitgeflipt is voor jullie. Ja, oké. Ik heb de allereerste kaart, hebben we de Five of Swords, 5 van zwaarden. Nu, deze kaart staat voor een eventuele ruzie. Ja, een ruzie, een geschil, een conflict dat je gehad hebt. Kan zijn dat je dat nu parkeert eventueel. Dat je dat onder ogen gekeken hebt. Dat je gekeken hebt van waar dat die ruzie ook komt. Ligt onder die rescue kaart. Kan ook zijn dat je hulp gevraagd hebt aan iemand anders om uit die bepaalde ruzie, conflict te komen die jou bezighield. Let op dat je niet desondanks altijd wens gelijk te hebben. Daarvoor staat deze kaart ook. Maar heb je een geschil met iemand, een ruzie met iemand, dan vraagt de kaart om het bij te leggen en eventueel ook om hulp te vragen. Je kunt ook hulp vragen aan die persoon. Blijft die ruzie jou bezighouden? Dan kun je vragen om het bij te leggen, zodat je terug een mooie harmonie in jouw leven brengt. Zodat je terug rust in jouw leven hebt. Dat is één boodschap al. Ik heb ook deze kaart, dat is de Princess of Wands. Dat is een mooie energetische, je ziet dat ook, hè? Dat is een zeer liefdevolle, warme kaart. Die kaart leunt aan dat jij nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten, nieuwe vergezichten hebt. Dat jij op reis, avontuur wenst aan te gaan. Je ziet die persoon kijken,
Ze is in de verte aan het kijken. Waarom? Omdat ze wenst op avontuur te gaan. Ze is zeer geïnspireerd. Dat is zoiets dat in zijn beginschoenen staat. Hè. Dat is iemand die echt wel wil vooruitgaan. Hè. Die haar zinnen heeft gezet op de toekomst. Hè. Op het toekomstig plan. Hè. Zeer gedreven energie. Vruchtbare energie. Zeer warme energie ook wel. Vaak ziet de Queen of Wands er ook wel zeer goed uit momenteel. Dus kan zijn dat je er ook wel zeer aantrekkelijk uitziet momenteel. Het staat onder de Spirit of Place. Hè? Dus het heeft allemaal met betrekking tot jouzelf te maken. Hè? Jij bepaalt eigenlijk alles. Hè? Maar ik denk dat jij in een bepaald moment nu zit. En dat kan wel dat jij begint plannen te maken voor de toekomst. Hè? Dat je je zeer geïnspireerd voelt. Excuses, ik ga even drinken. Als je veel praat, dan krijg ik soms een kriebel in mijn keel. Ik heb net een verkoudheid gehad. Je hoort, het is nog niet volledig over. Vandaar, excuses. Ik heb ook de Eight of Pentacles. Dat is zeer tof om te zien. Hij ligt onder de Freedom kaart. Nu, direct zal ik al meegeven. Voor degenen die iets aan het leren zijn, dan zie ik... Ten eerste, jij mag niet opgeven. En ten tweede zie ik dat jij zeer goed zal worden in wat jij aan het leren bent. En dat zal jou naar de toekomst enorm veel vrijheid en potentieel geven. Kijk, dat is iemand, de Eight of Pentacles. Je ziet die persoon eigenlijk aan een hoefijzer. En die is continu bezig. Zijn craft, ik kan dat nooit in het Vlaams zeggen, dat woord. Maar wat hij aan het leren is, is hij aan het perfectioneren. Ja, dus daarover gaat die kaart voor jou. Dus perfectioneer wat jij aan het leren bent. Want eens jij dit blijft volhouden, zal jou dat enorm, enorm veel potentieel en vrijheid geven. In de toekomst om te verwezenlijken en doen en leven zoals dat jij wenst, liefste kreeft. Dus die courage kaart is echt wel van niet opgeven. Hè. En daarom heel mooi om te zien dat dat daarmee gerelateerd is. Hè. Die ligt daar zijdelings onder. Dus heb moed, hou vol. Hè. En zet jouw doel, jouw ogen op jouw doel. Nu, de Queen of Swords, hè, dat is een Libra, ja, Gemini, dus tweeling en waterman kaart. Ze ziet er een beetje uit als een ijskoningin. Maar dat is ze niet, maar ze heeft haar doel op de prijs. Haar oog op het doel gezet. Hè. Zie het een beetje als zij een beslissing heeft gemaakt, zal ze er ook niet vanaf gaan. Hè. Ze is zelfs ook redelijk strategisch. Dus deze kaart kan ook aan jou vragen om een bepaalde strategie en structuur te implementeren in jouw doel. Hoe jij verder wenst iets te ontwikkelen in jouw leven. Ja? Maar wees wel zeker dat jij moet blijven jouw oog op jouw doel hebben. Eye on the prize. Ja? En moed hebben, niet opgeven. Nu, ik heb ook de Lovers en die ligt onder Home. Nu, het kan wel zijn dat bepaalde mensen, bepaalde kreeften, iemand in jouw thuisstad zullen tegenkomen. Een heel, heel, heel speciale connectie zullen krijgen met iemand. Nu, de Lovers kan ook een keuze zijn. Het kan ook een keuze zijn dat je moet beslissen waar dat je wenst verhuizen, waar dat je wenst te wonen. Hè. Het kan echt wel zijn dat je dit van binnenin voelt, in je buik. Ja, dat jij ergens terug andere horizonten wenst. Ja, naar heen te gaan. Het kan ook zijn hè, dat je moet beslissen of dat je zult meer van thuis uitwerken of niet. Het kan gewoon algemeen zijn, zoals ik zei in het begin, dat je iemand zult tegenkomen. Indien zo, dan kan het wel zijn dat het een heel speciale unie zal zijn. Dan kan het echt wel... Ja, dan spreek je hier wel zelfs over een soulmate taaien. En dan heb ik ook nog eens de Emperor getrokken. De zeer statische Emperor. Je ziet hem hier half naakt bijna op zijn troon zitten. Het zijn maar twee mensen die een scepter hebben in een 78 dek. En één daarvan is de Emperor. Het is een zeer, zeer, zeer standvastige koning. Het is een leidinggevende persoon, een heel krachtige persoon. Ram is daarvan het teken ook wel. Heerser van Ram is, de planeet is Mars. Dus dat is iemand die vooruit gaat, die implementeert. Maar ook zeer gestructureerd is. Hè. Dat is nummer 4. En nummer 4 staat bij mij voor structuur. Ja? Ik zie dat altijd als 11-11. Ondersteund door het universum ook wel. En dat ligt onder deze kaart van Mapshifter. Dus weet dat jij aan het mapshiften bent. Aan het manifesteren bent. Om deze emperor te worden. Om de baas van de baas te worden. Als het ware. Krachten hoor, liefste kreeft.
Nice. Oké. Ik ga de kaarten verduidelijken. Let's clarify. Oké, the Five of Swords, please. Clarify the Five of Swords. Where's that Five of Swords here, please? Thank you. Nou, had ik het niet gezegd dat de Magician hier al was? Kijk, je trekt de Magician in, maar je trekt hem op de Five of Swords. Speciaal, heel speciale combinatie. Komt niet vaak voor. Jouw zelfvertrouwen zal belangrijk zijn om een bepaald geschil, iets in je hoofd ook op te lossen. Iets dat blijft hangen eventueel. Kan ook een conflict zijn dat je zelfs met jezelf hebt. Heb je een conflict gehad met iemand, dan vraagt deze kaart om echt wel in jouw kracht te staan, in jouw manifestering ook te geloven. Als je daaruit wenst te geraken, dan zal dat ook wel gebeuren. Om actie ook wel te ondernemen, probeer dit op te lossen met deze persoon eventueel, of met jezelf eventueel, als je een geschil hebt. Maar het spreekt wel over duidelijkheid dat je aan het creëren bent. Hè? Dus als je samen zal komen, of komt met die persoon, of met jezelf ook, dan zullen wel bepaalde zaken duidelijk worden. Dus het zal belangrijk zijn om daarin hulp eventueel te vragen. Oké? Princess of Wands, please. Clarify that, Princess of Wands. Nog eens, Eight of Pentacles. Krijg hem er gewoon naast. Hè. Dus voor mij ligt hij er zo goed als op. Dat is gewoon vooruit blijven gaan. Hè. Dat is dubbele bevestiging dat jij zeer goed in jouw job aan het worden bent. Jij bent vooruit aan het kijken, sowieso. Jij bent over die horizon aan het kijken, de verre bergen aan het bekijken. Om te leren, om te blijven volhouden, om moed te hebben, om vooruit te geraken, om meer vrijheid te creëren, als het ware. Oké. En clarify that Eight of Pentacles, please. Die Eight of Pentacles, die vraagt ook om echt dat is echt, de kaart staat letterlijk voor wie blijft hard werken, zal daarvoor beloond worden. Ja? Vergeet dit niet. Ik heb de Wheel of Fortune op de Eight of Pentacles. Dus het wordt door het universum ondersteund. Het is als het ware een karma-periode voor jou. Het is jouw periode om te gaan schijnen. Dus dat doel dat jij bereikt, hè, dat die North Node die duidelijk wordt voor jou, die enorm veel vrijheid zal geven. Zeer, zeer, zeer krachtig wordt. Dat is in het midden van jouw lezingen. Dat is echt de karmische levenscyclus die aan het veranderen is. Het is één hoofdstuk die afgesloten is. Jij houdt vol om door te gaan. Dus als het ware dat je het licht ziet, geef zeker niet op, hè. Waar dat je misschien in het verleden al bepaalde dingen hebt opgegeven, doe dit zeker nu niet als je iets aan het leren bent en jij verder wilt iets implementeren. Stap voor stap. Oké? Maar goed, jij bent... Ja, het is echt een keerpunt in jouw leven, hè. Zeer, zeer, zeer duidelijk. En het heeft betrekking met jouw vrijheid. Ik denk dat het betrekking heeft op jouw financiële vrijheid, want de Eight of Pentacles, staat voor financiën. Queen of Swords, please. Clarify that Queen of Swords. Clarify that Queen of Swords. Ja, en de Ace of Swords. Ja, maar kijk, het is leuk als het duidelijk is voor mij. Heel veel succes komt eraan, hè? Dus ik zal het tonen. Hè? Dus die Queen of Swords die heel gedisciplineerd, strategisch voor zich kijkt, niet opgeeft, duidelijk doel voor ogen heeft, dan krijg je nogmaals de grote Ace of Swords erbij. Grotere zwaard kun je niet hebben. Dat is het universum die je duidelijkheid gaf. Die hand is van het universum, hè? Die een zwaard aanreikt. Zwaard is mentaal, mentale klaarheid, nieuwe beginnen die voor jou staan. Succes, breakthrough in the mind. Nieuwe ideeën die op jouw pad ook komen. Er is ook misschien een beslissing dat je dient te nemen, maar dan moet je daar moed in hebben en moet je gewoon doorzetten. Oké? Nice. Oké, show me the lovers, please. King of Wands. Nu, kan zijn dat er een leeuw of een ram of een boogschutter in jouw leven komt. Nu, ik heb er nog eens de Star ook bij die eruit valt. Dat is een watermankaart. Dus kan een waterman ook zijn. Kan gewoon zijn, hè, dat jij. Dat er hier een wens in vervulling komt. En ik denk dat het wel zou kunnen zijn op liefdesvlak eventueel. Ga jij verhuizen, dan kan het wel zijn dat je daar iemand nieuws leert kennen ook. Kan ook zijn dat je met je partner verhuist. Kan ook zijn dat je dan die beslissing maakt eventueel om van thuis uit te werken. Ik heb verschillende voorbeelden.
King of Wands is ook een visionair, is een ondernemer. Die gaat voor zijn doel, die zit achter zijn doel. Die zijn er uitdagingen, dan overkomt hij die ook wel. Die is zeer carrière gefocust. En ik zeg het hier, die homecard, die beslissing dat jij neemt, die carrière gefocustheid om een droom dat jij hebt op een wens in vervulling te doen komen. Dat is het simpelste wat ik hieruit lees, maar ik heb zoveel, het kan zoveel betekenen ook. Het kan, zoals ik zeg, kan ook zijn dat je een King of Wands aantrekt, hè. Iemand die kenmerken heeft, ook kan zijn dat je die persoon ook aantrekt. En dan kan het zijn, ja, zoals ik zei, dat een leeuw of een boogschutter of een ram een vuurteken kan zijn van zo'n teken. Dus we hebben verschillende vormen, maar sowieso prachtige positieve kaarten voor jullie. En dan last but not least, the Emperor, please. Clarify the Emperor, please. Three of Cups. Kijk. Eén keer als jij echt wel door hebt, hè, hoeveel kracht dat jij hebt, hè, en hoeveel, wat dat jij kan aantrekken, hè, en in die emperor-modus kan komen, hè, die manifesteringsmodus waar dat jij heel sterk zult worden, hè, dat jij als het ware een entrepreneur, een baas van een baas zult worden, noem maar op. Nee, dat is iemand die supersterk is en heel correct, heel fair is. Dat is de koning van alle koningen. Hè. Dat is meestal ook iemand die heel zelfstandig is op financieel vlak, ook die zijn eigen haar, eigen zaak heeft, enzovoort, enzovoort. Ik zie de Three of Cups erop, dus ik zie dat jij dat wel zult zelfs bejubelen, hè, dat er heel veel geluk en happiness daardoor op jouw pad zal komen. Hè. Dus het is een periode voor jou die heel vruchtbaar zal zijn, liefste kreeft. Ik zal het hierbij laten. Dat was ook de laatste kaart. Ik vind het alvast een mooie lezing voor jullie. Ik hoop dat deze boodschappen voor jullie toch wat resoneerden. Laat mij dat zeker eventueel weten wat jouw verhaal is onderaan de video, indien je dit wenst. Je mocht ook altijd de video liken, eventueel ook abonneren, de vermelding, de knop aanzetten. Dan ga je zeker de volgende uploads meekrijgen. Ik post wekelijks. Voor nu zou ik al zeggen hartelijk dank om te kijken. Ik wens jullie nog een prachtig weekend toe. Een heel fantastische week en hopelijk tot de volgende keer. Dag, kreeft.